We zijn hier in Wassenaar bij Omen Uitvaartzorg, Huis van Herinnering. En hier is van heel veel mensen met veel liefde afscheid genomen. Vandaag is er een heropening. Er is een nieuwe directrice en de burgemeester komt langs om een kunstwerk te onthullen. Welkom in het Huis van Herinnering. In het bijzonder de burgemeester, die op deze zaterdag toch voor ons tijd heeft vrijgemaakt om hier te zijn. Om iets met ons te vieren. Welkom aan ons team. Die staan overal tussen. U herkent ze. De langste staat achter. die staan allemaal onder leiding van Richard. Jongejan, die staat ook ergens tussen. En die zorgen ervoor altijd dat we hier een waardig afscheid kan worden georganiseerd. Ons team vandaag is herkenbaar aan hun badge en geven antwoord op uw vragen. Maar ook in het bijzonder welkom aan familieleden, vrienden, kennissen en genodigden. En ieder die hier aanwezig is. Want vandaag is het een bijzonder moment. Voor mezelf, als nieuwe eigenaar van Omen Uitvaartzorg. Voor ons 10-jarig bestaan. En voor de metamorfose aan interieurkunst en kleuren. En de nieuwe shop in Huis van Herinnering. Het is ruim 10 jaar geleden dat Edward, die ik kende vanuit de vriendenkring, bij mij kwam met de mededeling dat hij graag voor zichzelf wilde gaan beginnen. Met een uitvaartbedrijf in Wassenaar. Uniek, want we hadden dat niet in Wassenaar. Er was een huiskamer ergens op de Deilerweg, maar dat was niet wat hij wilde. Het was toen zeker niet mijn wereld. Maar ik was wel geïnteresseerd. Terwijl ik wel in de top 3 van de ergste stressmomenten van het leven van een mens werkzaam was. Deze stressmomenten in het leven van een mens zijn als eerste het overlijden, het tweede scheiden en het derde verhuizen. Met het laatste had ik wel ervaring. Heel veel opgedaan om verbeteringen toe te passen om uit die stress top 3 te komen. Hij heeft toen een businessplan geschreven, Edward. We hebben vele gesprekken gevoerd om in 2010 alles op een rij te zetten om te kunnen starten in 2011. Als partner samen als Omen Uitvaartzorg. Richard kwam een jaartje later bij en die viert dit jaar zijn 30-jarige jubileum als uitvaartverzorger. Ook dat is denk ik wel. En gave om dat te doen, vind ik. Veel respect. We gingen voortvarend te werk. Een mooi pand. Vroeger Tijl de schilderswinkel. En nu het Huis van Herinnering. We hebben het uitgebreid met de omarming. Tot het moment kwam dat ik het genoeg vond. En alle aandelen eind 2018 had overgedragen aan Edward. Maar dan gebeuren er dingen die niet gepland waren. En dan ben je weer terug op af. Ik was samen met mijn assistente Evelien Rog werkloos. Want ik had mijn verhuisbedrijf verkocht en zij mocht niet blijven. Ja, wat moesten we toen? Nou, dan begin je een uitvaartcentrum. En dan zijn we gestart. Voor Evelien een uitdaging, voor mij een uitdaging om in Wassenaar iets te houden wat kwalitatief gewoon hoort bij een dorp. Een eigen uitvaartcentrum. Evelien hebben we gebombardeerd tot directeur en neemt de verantwoordelijkheid met het team om hier dat te doen wat de mensen verwachten van ons. Beste Evelien, jij bent een nieuwe directrice, een nieuw leven voor jou. Ja, een heel nieuw leven. Een heel ander leven, maar eigenlijk komt het wel heel erg overeen met het vorige bedrijf waar ik werkte, samen met André van Herk. Wij komen alle twee uit de verhuiswereld. Daarin is logistiek heel veel te regelen, te organiseren, te verbeteren. En dat doen wij eigenlijk hier ook. Ik heb hier net als vele anderen een uitvaart meegemaakt. De uitvaart van mijn vader is door Edward uitgevoerd. Kan je ons iets vertellen over het Huis van Herinnering? Huis van Herinnering is een uitvaartcentrum waar wij alle mensen van families kunnen uitvoeren om het uitvaart tot een waardig en goed afscheid te maken. Wij vinden dat alles mogelijk is. Dat je hier ook gewoon uitgebreid een heel afscheid moet kunnen organiseren. En wij voeren het uit. Er is veel vernieuwd hier. Het lijkt wel op een opening, maar jullie bestaan ook al lang. Ja, wij bestaan al 10 jaar. We hebben alles opnieuw verbouwd, aangebouwd.
opnieuw gestoffeerd. En dat is eigenlijk een heel mooi moment om ook gelijk 10-jarig bestaan te vieren. Een frisse start en vandaag was de burgemeester. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft het bedrijf eigenlijk heropend en een enorm mooi kunstwerk onthuld wat wij hebben laten maken en wat jullie hier achter me zien. Een nieuw kunstwerk, nieuwe ruimtes, veel vernieuwd, een nieuwe directrice zelfs. En je bent ook bezig met een nieuwe website en op social media. Hoe ben je te bereiken? Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer wat jullie dadelijk hieronder zien. En dat is 24 uur per dag. Jullie krijgen ons persoonlijk aan de telefoon, geen callcenter. En wij handelen alles ook persoonlijk af. Wees welkom bij Omen Uitvaartzorg, waar al uw wensen met veel respect en zorgzaamheid worden uitgevoerd. Het team heeft passie om van een uitvaart en afscheid iets moois te maken. Iets wat zeker altijd zou moeten. Na het leven van een mens, vinden wij. Vandaag staan hier ook onze partners. Attent uitvaartlogistiek noem ik het, want dat is een vak apart. Barry Honsbeek met zijn vrouw en zijn team. Hij stond ook ineens voor de deur toen hij had gehoord wat ik met Edward had gedaan. En dat wilde hij ook wel. Hij leek op mij. Geen nee, te koop en 24/7 aan het werk. Ook met hem ben ik een partnerschap aangegaan. En we werken nog steeds professioneel samen. Dankjewel, Berk. Jij bedankt. Maar ook wil ik benoemen en bedanken de mensen die hebben meegewerkt aan onze verbouwing. In korte tijd en echt enorm veel is er gerealiseerd wat u straks ziet als u rond gaat lopen. Als eerste wil ik bedanken de aannemer Mark Smits van Markant Bouw. Met zijn twee vakmensen. Dat is een buurman. Dus dat is dichtbij, heb je geen rijtijd. Het scheelt natuurlijk allemaal, financieel. Maar voor Mark was het niet makkelijk. Want als wij een uitvaart halen, moest hij weg. Alles opruimen, dingen. Echt wel een gedoe. Maar hij heeft het wel gedaan. Een andere buurman, Huug en Dave Zandvliet, die hebben het schilderwerk gedaan. Ook die. Dan weer weg, dan weer komen, dan weer gaan. Maar tot gisteren toe het laatste afgemaakt. Henk Bos, las- en metaalbedrijf, is een buurman ietsje verder, want we doen alles in het dorp. Heeft gewoon die dingen gedaan in de constructies en de zaken die even moesten gebeuren om dat te realiseren wat we wilden. Gebroeders van de Holst uit Wassenaar, elektriek van Jans Elektriek, die alles weer aangepast heeft zoals het moet in de verlichting. Want tijdens de uitvaart mochten de mensen dus niets daarvan merken. En dat was lastig. Allemaal bedankt. Het is vandaag de dag niet makkelijk flexibele vakmensen te vinden die dit voor je doen. Maar we hadden ze wel. Na deze complimenten wil ik nog iemand bedanken. En wel kunstenares Joyce Balk. Zij moest wel heel erg flexibel zijn en heeft hele mooie werken gemaakt. Dat gaat u zien. Voor ons waar wij heel trots en blij mee zijn, want wij hebben het natuurlijk al gezien. Dankjewel Joyce. Joyce heb hier moeten werken en een kunstenares die bezig is. En dan zijn ze daarnaast aan het straten met zo'n trilding. En dan weer een radio keihard aan. Nou, ze wilde eerst een mus schilderen en dat werd een meel. Zo erg was het. Maar goed, we gaan het zien. Al met al, met de metamorfose van ons pand kunnen we in ons huis van herinnering 60 personen ontvangen. En in de omarming 125 personen. En sinds vorige week mag dat allemaal weer. En wij hebben ook een samenwerking aangegaan. En dat wordt volgende week beklonken. Waardoor we ruimtes erbij krijgen tot 900 mensen. Iets wat nu meer mag en allemaal met onze visie, uw wens, is onze opdracht. Nu lang genoeg gepraat. Ik wil de burgemeester vragen om samen met Evelien het mooie werk van Joyce te onthullen. En burgemeester, u voelt zich zeker thuis met dit kunstwerk. Gaan we... Kijk eens aan. Dat ziet er heel herkenbaar uit. Prachtig zeg. Allereerst wil ik het hele team hier van het Huis van Herinnering en alle partners ontzettend feliciteren met dit feit. En mooi om dit te doen.
Terwijl je natuurlijk je 10-jarige jubileum viert met elkaar. Ja, en om dan zo'n mooie vernieuwingsslag te kunnen maken, dat is denk ik een bijzonder moment. En toen ik nadacht over ja, hoe eigenlijk passend de term Huis van Herinnering is, toen dacht ik ook van ja, daar gaat het natuurlijk in de kern om. En net sprak ik een aantal medewerkers hier, waar men ook eigenlijk heel mooi en treffend net zei van iedereen blijft hier mens, in welke situatie ook is. Of die rondloopt of op dat moment is gaan slapen. En dat vond ik eigenlijk wel een ontzettend mooie uitdrukking en ook iets zeggen over de betrokkenheid en de mate waarin hier met liefde wordt omgegaan om uiteindelijk een heel ingewikkeld moment, het afscheid van het leven, wat helaas wel bij het leven hoort, om dat op een mooie manier te begeleiden. En dat zegt denk ik veel voor de filosofie van hoe jullie hier ja, je bedrijf, de organisatie neerzetten. En dat is mooi om te horen, want herinnering, ja, een herinnering blijft als je ook niet vergeet. En ik denk dat dat altijd een belangrijk moment is. Vaak bij herdenkingen, en als burgemeester ben je geregeld bij herdenking, gebruik je ook vaak de woorden, we zullen niet vergeten. En dat doen we niet, en dat doen we terecht. Want zolang je herinnert, ben je ook niet weg. En ik denk dat dat een heel belangrijk uitgangspunt is. En dat bracht me eigenlijk ook bij iets moois wat ik vond. Van de week was ik bij een bijeenkomst waar er een verhaal werd voorgedragen van Toon Tellegen. En toen ging ik zoeken en toen dacht ik, god, wat maakt die man toch eigenlijk mooie dingen. En toen vond ik eigenlijk iets heel passend wat gaat over het belang van niet vergeten. Toon Tellegen heeft altijd verhalen aan de hand van dieren. En in dit geval is het de L. En de L schreef een brief aan de mier. Geachte mier, vindt u het goed als ik u een brief schrijf? Ook al bent u weg. Als ik weg was, zou ik dat goed vinden. Als ik wegging, zou ik een briefje achterlaten waarin stond, niet zoeken, niet roepen, niet treuren. Niet missen, wel schrijven. Misschien hebt u wel zo'n briefje achtergelaten en is dat ook weg. Ik schrijf u omdat ik iets heb ontdekt. Als ik u schrijf, bent u niet weg. Wel in het echt, maar niet in mijn gedachten. Als ik u schrijf, zijn mijn gedachten echt. En is het echt niet echt? Wist u dat? Dat heb ik ontdekt. Nu wordt het licht en ga ik slapen. Dat was mijn brief, de L. Nou, dat vond ik toch nog wel een hele mooie beschrijving van wat herinnering is en wat het zou moeten zijn. En dan is het een groot goed. En dat vind ik toch eigenlijk ook altijd wel heel mooi in Wassenaar, hoe trots we dat ook altijd met elkaar zeggen, een zelfstandig uitvaartcentrum te hebben. Wat hebben wij toch met het woord zelfstandigheid in dit mooie dorp? Terecht, Wassenaar is een geweldig dorp en daar hoort dus ook een zelfstandig uitvaartcentrum bij. Wat past en heel goed snapt in de maat en schaal wat Wassenaar nodig heeft. En omdat het gaat ben ik ook blij dat het gemeentebestuur en dat we een dorp zijn waar we ook in zelfstandigheid dit soort beslissingen kunnen nemen. En ik dat ook heel nadrukkelijk terugzie bij ondernemers in Wassenaar die dan ook uiteindelijk de schouders eronder zetten en ook zeggen van wij beginnen een zelfstandig uitvaartcentrum. Want wij denken dat er specifieke vragen zijn, dingen die passen bij de maat en schaal die ons dorp zo mooi maakt. Ja, en dan is het natuurlijk geweldig om te zien en mooi om dat in gezamenlijkheid te kunnen onthullen. Ook heel nadrukkelijk ja, de blik op Wassenaar op een hele mooie manier door de kunstenares verbeeld. Het groen, de pauw, ik zie de molen, ik zie nog net de toren van de oude dorpskerk omhoog gaan. Ja, en hoe mooi is dat, dat ook het blik is, zodat je op een hele Wassenaarse manier ook aan je laatste reis begint. Heel goed getroffen en prachtig geworden. En ja, dan is het ook mooi, en André van Herk beschreef dat mooi, hoe er een heel proces is geweest om uiteindelijk deze verbouwing voor elkaar te krijgen. En natuurlijk ook dan heel mooi om te horen dat daar weer heel veel ondernemers in Wassenaar bij betrokken zijn geweest.
om dit allemaal tot stand te brengen. En dat is een grote felicitatie waard. En dan tenslotte wil ik het hele team van hier, Ome Uitvaartzorg, het Huis van Herinnering en alle partners die ze daarbij steunen, ontzettend feliciteren met dit mooie resultaat. Ik denk dat er in Wassenaar een mooie nieuwe plek, een verbeterde plek bij is gekomen, waar ook moeilijke momenten uiteindelijk op een hele mooie en respectvolle manier ingevuld kunnen worden. Ja, en dat is toch van belang, want ja, uiteindelijk moeten we denk ik toch ook wel een beetje het leven vieren. En is het ook mooi dat je weet dat voor de laatste reis dat goed is geregeld. En dat kan in Wassenaar, want we blijven herinneringen houden en we houden die herinneringen dus levend. En dat kan heel erg goed hier, namelijk in het Huis van Herinneringen. Ik dank u wel. Dank u wel, burgemeester. Wij hebben voor uw vrouw... Nou, die staat gewoon te sporten. Wij kregen namelijk een bloemetje van de gemeente, maar we geven hem nu terug voor uw vrouw. Dat u mee op zaterdag hier geweest bent. Alsjeblieft. Okay. Nogmaals bedankt. Ja, dank je wel. Okay. Ja, na deze mooie woorden is het voor iedereen vrij om rond te wandelen, te kijken waar u wil, om het eruit te zien. Er staan een aantal mensen die kunnen zaken uitleggen. Van Forma Memoria is Karin en Sandra, Sandy daar, Sandy. Van Duiven voor de Bloemen, ook dat is altijd belangrijk voor degene die dit wil, dat er mooie stukken komen die, die mensen willen. En wij hebben, dat kunt u zien aan, bij de shop, staan de mensen die eigenlijk alles kunnen maken wat u zou willen als herinnering. Van glas, van marmer, et cetera. Hun staan erbij als vakmensen om dat eventueel op vragen te beantwoorden. Ik wens u een goede rondloop en als er vragen zijn hoor ik dat graag. Dank u wel. Dat droogt natuurlijk vrij snel, dus je moet snel werken, toch? Ja, ontzettend snel. Ja. We hebben een paar warme dagen gehad. En zodra je penseel erop zit, zit het vast. Ja. Dus ik ben het gewend, hè. Ik doe het al 35 jaar. Oké. En dit is dus echt uw specialiteit, muurschilderingen? Ja, muurschilderingen en ook monumentale trompe-l'oeil. Oké. Oh, mooi. Oké. Ja. Dus ik heb boeken vol. Ik heb in de wereld, rond de hele wereld gedaan. Dus, Oké. Ja. Ja. En nu weer terug in Nederland. Ik kom dit op mijn pad. Oké. Ja. Dus ik ga er weer vol tegenaan. Ja. Dus, nou. Ik zeg het goed. Ja, zeker. Nou, hartstikke goed. Mooi. Nou, prachtig resultaat. Mooi. Dankjewel.